dag gehad. We zijn hier in het centrum van Almelo aan het varen met modelboten. En wat was de reden hiervoor? Een uiting, zeg maar even, van onze hobby. Om even naar buiten te komen, naar het publiek toe. Voor onszelf is het om de modellen te proberen. We hebben natuurlijk al een heel jaar eigenlijk nauwelijks iets aan onze hobby kunnen doen. Behalve bij onszelf aan de keukentafel. En daarom zijn we nu hier. Ben je speciaal voor de modelboten hier gekomen? Nee. Nee. Wij waren hier al. Ja. En wat vind je er tot nu toe van? Ik vind het wel indrukwekkend om te zien. En ook zeg maar dat iedereen daarvoor hier komt. Zeg maar, vind ik wel leuk om te zien. Ja. Lijkt het je leuk om met zo'n bootje te kunnen varen? Ja, het lijkt me wel leuk. Want ja, ook een bestuurbare auto is ook al leuk, zeg maar, meestal. Okay. Ben je speciaal naar de haven gekomen voor de modelbootjes? Ja. Ja. En wat vind je er tot nu toe van? Mooi. Ja. Wat is de lol om met modelboten bezig te zijn? Nou, het is ten eerste het bouwen. Hè? Dus de verschillende technieken die we hier mee kunnen uitoefenen. Hè? Dus houtbewerking, maar ook het solderen, elektronica, het schilderen, al dat soort dingen meer. En natuurlijk, als het dan eenmaal klaar is, dat het dan ook werkt. Hè? En dat het dan ook op afstand te besturen is. Ja. Uit hoeveel leden bestaat jullie club? Wij hebben op dit moment een 12-tal leden. In een leeftijd van zeg maar zo'n tussen de 40 en de 80 jaar. Dat iets voor je zijn, denk je? Nee, dat denk ik niet, want ik ben best wel druk, zeg maar. Ja. Qua school en ik moet wel met de trein elke keer, dus dat denk ik niet. Maar voorlopig vind je het heel leuk. Ja. Wat vind je daar zo mooi aan? Over dat ze varen. Ja. Zou je zelf ook zo'n bootje willen hebben? Ja. Ja. U kunt natuurlijk best wat jonge leden gebruiken. Jazeker, jazeker. Onze club is vanaf 16 jaar kunt u lid worden van onze club. En wij zijn iedere donderdagavond zijn wij in het Annie Fair in de Aalderingshoek. Zijn wij aanwezig tussen 7 uur en 8:30. En daar hebben wij onze knutselavond. Dan komen we bij elkaar. Dan kan er worden gezaagd. En van allerlei andere activiteiten kunnen we dan doen. Techniek wordt dan met elkaar besproken. En hoe vaak per jaar gaan jullie varen? Normaal gesproken zitten we toch echt wel zo ongeveer één keer in de maand. Ergens in Oost-Nederland zijn we aan het varen. En het is mooi weer. En in de havenkom van Almelo, wat wil een lid, of in dit geval een voorzitter van de modelbotenclub, toch meer? Ik ben heel erg tevreden met deze fantastische dag.